Goeiedag allemaal, ik ben Marta Prins, een van de teammanagers van Stichting IJsselmonde Oost. Graag wil ik je vandaag meenemen in het filmpje over onze nieuwbouw van de organisatie. We staan hier nu voor het pand wat gebouwd wordt door Woonkompas, de woningbouwvereniging van Ridderkerk. Op dit moment is de aannemer Ballas Nedam druk bezig om de bouw af te ronden en dat hoopt hij in januari helemaal klaar te hebben. Daarna zal onze eigen aannemer Martijn van der Polder ingaan en die zal de afbouw voor de cliënten en voor onze medewerkers doen. Wij hebben er ontzettend veel zin in en we willen u graag meenemen om een rondleiding te doen in het pand. Gaat u mee? Nou, op dit moment is deze ruimte nog helemaal leeg, maar daar komt binnenkort verandering in. Want hier komt een mooie grote horecakeuken waarin cliënten tijdens hun werkproject aan de slag kunnen om lunches te verzorgen voor de wijkbewoners, voor de buurtbewoners, gewoon voor heel Ridderkerk. We willen graag met deze ruimte een ontmoetingsruimte creëren waarin ontmoeting, verbinding en wederkerigheid centraal staat. Zowel voor cliënten die hier komen om te werken, maar ook voor mensen die hier wonen in de wijk. En we hopen hier een mooie punt te kunnen worden waarin dat soort zaken gerealiseerd kunnen worden. Verder in deze ruimte zullen hier straks een aantal zitjes en banken komen, zodat mensen daar lekker kunnen chillen en met elkaar gezellig in gesprek kunnen zijn. In het midden van deze ruimte komt een grote tafel met een mooie lampen erboven, waarin ook ontmoeting plaats kan vinden tussen mensen. En bij deze ruimte hebben we ook een toiletblok laten maken, zodat deze ruimte ook op zich gewoon zelfstandig te gebruiken is. Deze ruimte heeft een ander karakter dan de ruimte hiernaast. Deze ruimte heeft meer een open karakter, waar mensen met elkaar aan kunnen schuiven, kunnen werken en ook de verbinding met elkaar kunnen hebben. Er komt straks een werkbank waar mensen aan kunnen werken en een grote tafel met natuurlijk ook weer mooie verlichting erboven. En we hopen dat deze ruimte minder prikkels afgeeft, waardoor die voor ook andere doelgroepen weer bestemd is. Zoals je ziet is deze ruimte nog niet volledig klaar. Dat is maar goed ook, want hier komt een mooie wasserette waarin er door de cliënten gewerkt kan worden. We zullen onder andere de was gaan verzorgen van de horeca, maar wellicht ook van organisaties die het nodig hebben. Ook kan er in deze ruimte gewerkt worden aan fietsen en zal dit een fietsenstalling zijn voor de cliënten die hierboven wonen. We bevinden ons nog steeds op de begane grond. Hier hebben we de ruimte waar de slaapdienst 's nachts aanwezig is en waar cliënten 's nachts ook een beroep op kunnen doen. Het kantoor hiernaast is bedoeld voor de begeleiders waar zij hun zaken kunnen uitwerken. De gesprekken met cliënten willen we vooral in hun eigen studio's doen. We staan nu in de groepsruimte van de eerste verdieping. In deze ruimte kunnen de cliënten hun maaltijden nuttigen en ook gezellig met elkaar zitten. De cliënten die hier kunnen verblijven, wonen op de eerste etage. Wat in deze groepsruimte ook komt, is een grote keuken. Deze keuken wordt straks in tweeën gesplitst, zodat je met meerdere mensen tegelijkertijd kan koken. Hier kan je geholpen mee worden door de begeleiding en als je het zelf kan, is dat ook helemaal prima. Zoals je ziet staan we nu op het mooie, prachtige balkon. Het is nu al mooi weer en straks in de zomer natuurlijk helemaal. Dus dan kunnen we lekker met elkaar hier genieten. En zoals je ziet is het balkon behoorlijk groot. Vanuit deze groepsruimte lopen we zo de gang op waar alle andere studio's gelegen zijn. We zullen er eentje laten zien aan jullie. Nou, we zijn hier in de studio waar straks een van de cliënten komt te wonen. Zoals je ziet hebben we een mooie keuken kunnen neerzetten en hebben een badkamer in aanbouw. En hier kan dus een mooi zitgedeelte neergezet worden en een slaapgedeelte. We hopen dat dit een plek wordt waar cliënten zich veilig en thuis voelen en waarin we ze kunnen begeleiden naar meer zelfstandigheid of misschien gewoon zorgen dat het goed is en dat er een goed leven is. Zo, we zijn nu in de studio op de tweede verdieping. De studio's op de tweede en derde verdieping zijn precies hetzelfde. In verschil tot op de eerste, want daar is geen kookgelegenheid. In deze keukens wel. Zoals je ziet hebben we hier behoorlijk de ruimte en valt er een lekker zonnetje binnen. Dus dat is een mooie plek om te vertoeven. We hopen dat dit voor de volgende cliënten ook een hele mooie plaats is om te wonen. Zo, we zijn aan het einde gekomen van dit filmpje. We hopen dat je hiermee een beetje een indruk hebt gekregen van ons mooie nieuwe locatie. Ik kan me voorstellen dat je natuurlijk heel nieuwsgierig bent en dat je heel veel vragen hebt. Deze kun je stellen aan de afdeling cliëntbelangen.
Op onze website van Stichting IJsselmonden Oost kun je informatie vinden en ook een aanmeldformulier als je hier wil komen werken of wonen. Wellicht heb je interesse om hier te komen werken. Dat kan. We hebben nog behoorlijk wat vacatures. Voor meer informatie hierover ga naar de website www.stichtingijsselmondenoost.nl. En wellicht zien we elkaar daar later. Tot ziens!